Dit is deel B van les 2, waar we het zullen hebben over het inschatten van de nodige dikte van een plaat in gewapend beton. Om een schatting te maken van de blaaddikte maken we gebruik van drie elementen. Het eerste is gebruik en comfort. En dat houdt verband met de slankheid. En de slankheid is gedefinieerd als de effectieve lengte gedeeld door de nuttige hoogte van de plaat. De slankheid zal ons een idee geven over de nodige dikte van de plaat in verhouding tot zijn overspanning. Een tweede element waar we ons baseren om een plaatdikte in te schatten is stabiliteit. Een van die elementen is sterkte. En in sterkte kan men gaan voor een plaatdikte die gebruik maakt van de optimale gebruik, op de optimale gebruik van materialen zoals staal en beton. Met optimaal gebruik wordt bedoeld de maximale rek in staal en de maximale stuik in het beton. Er zijn zo drie criteria die ik groepeer onder de term stabiliteit. Vervolgens heb je duurzaamheid. En duurzaamheid wordt eigenlijk rechtstreeks vertaald in de functionaliteit vereisten of in de betondekking die nodig is. Nu, het beste is natuurlijk de functionaliteit van het beton, zoals we in de vorige les gezien hebben, waarbij dat je dan ook de nodige betondruksterkte krijgt en andere elementen. Slankheid. Dit hier zijn formules om, indien je bijvoorbeeld een balk zou hebben of een plaat, dat men zonder uitvoerige berekeningen te doen om de doorbuiging te berekenen, kan men kijken of de plaat of de balk eraan voldoet. Namelijk, hij moet voldoen aan een zekere slankheid, L op D. In deze formules, als we die zouden gebruiken om een nodige plaatdikte in te schatten, dan zie je dat je in deze formule al wapening nodig heeft. Maar we hebben nog niet eens een dikte, laat staan een wapening. Dus dergelijke formules zijn niet echt direct van toepassing, maar onrechtstreeks wel. En dat op de volgende manier. Indien je nu naar slankheid gaat kijken, dan zien we dat bijvoorbeeld voor vrij opgelegde balk en of in één of twee richting dragende vrij opgelegde plaat, dat de slankheid varieert tussen L op D gelijk aan 14 en L op D gelijk aan 20, nagelang het wapeningspercentage. Goed, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld, een plaat in uitkraging, zijn L op D zal variëren tussen 6 en 8. Zo hebben we verschillende systemen, verschillende slankheden. Nu, de bedoeling is dat de doorbuiging van een plaat, als je die ontwerpt, niet te groot is. Zodanig dat hij niet te veel beweegt als je erover loopt. Dat is het comfort, de functionaliteit. Dus die doorbuiging gaan we ervoor zorgen dat die altijd kleiner is dan de effectieve overspanning gedeeld door 250. En dit in GGTQ en op lange termijn. Dus dit is een criterium die we niet mogen vergeten. Dus dat de doorbuiging van de plaat kleiner moet zijn dan L op 250 in GGTQ. Goed. Nu kunnen we deze tabel, 7.4n, een beetje omvormen en vertalen naar onze eigen behoeftes. En ik stel daarom het volgende voor. Indien we nu een geïsoleerde plaat zouden hebben, dat is gewoon één enkele plaat dragend zowel in één als in twee richtingen, dan is die dikte gelijk aan tussen, of moet de dikte liggen tussen L op 14 en L op 20. Nagelang dat je een zwaar bewapende of een minder zwaar bewapende plaat hebt. Het geeft al een flinke indicatie, een goede indicatie, hoe dik dat je moet starten met een plaat. Als je een plaat hebt die op meerdere steunpunten is, wat meestal het geval is, dan is het eindveld van zo'n doorlopend steunpunt, die dikte die je daar nodig hebt, moet die liggen tussen L op 18 en L op 26. Voor een doorlopende plaat in het midden is het tussen L op 20 en L op 30.
Voor een vlakke plaat is het dus 11 op 17 en 11 op 24. Voor een uitkraging 11 op 6, 11 op 8. Nu, praktisch gezien zou ik dat graag willen omvormen naar een heel eenvoudige formule. De dikte van de plaat om ermee te starten. Nog niet om het te berekenen, maar om ermee te starten. Maar als je een berekening maakt, moet je weten wat het buigmoment is in de plaat. Om het buigmoment te kennen, moet je weten wat het eigen gewicht is van de plaat. Maar als je de dikte nog niet hebt, dan kun je nog niet eens starten met je berekening. Daarom, om initieel de dikte van de plaat in te schatten, gebruik je L0 op 15. Dus de overspanning gedeeld door 15. Maar L0 gaan we een beetje corrigeren. Voor een geïsoleerd systeem, dus voor een plaat op twee steunpunten draagend in één richting, dan is L0 gelijk aan L-effectief. Dan is dat gelijk, gewoon de overspanning gedeeld door 15. Heb je echter een uitkraging, een balkon bijvoorbeeld, dan is L0 gelijk aan twee keren L-effectief. Heb je een continue plaat over verschillende steunpunten, dan is in het midden, in een middenveld eigenlijk, niet in het midden, maar in het middenveld, L0 gelijk aan 0,7 keren L-effectief. En voor een eindveld 0,85 keer L-effectief. Als je dus dit laatste onthoudt, dan kun je op een vrij eenvoudige manier al een dikte van een plaat inschatten om mee te starten. Dus samengevat, heel eenvoudig, als je gewoon de effectieve overspanning neemt en gedeeld door 15 of gedeeld door 20, dan kom je wel redelijk goed uit. Beschouw nu de klassieke formule om wapening te berekenen van een plaat of van een balk. En je neemt het gereduceerd moment die gelijk is aan het buigmoment gedeeld door BD kwadraat FCD. Dan weten we dat met dat gereduceerd moment komt er een wapening overeen. En die wapening reken je als het buigmoment gedeeld door ZAD FID. Dat zijn de klassieke formules voor gewapend beton. Bij die twee formules hoort nu een zekere waarde van μd, van gereduceerd moment. Als je optimaal gebruik maakt van de materialen, dat wil zeggen met de maximale rek en stuik van beide materialen, zowel staal als beton, dan is μd gelijk aan 0,187. Dus op dat ogenblik heb je al een parameter vastgelegd. De ingenieur zegt, ik wil optimaal gebruik maken van materialen, en dan weet hij dat μd gelijk is aan 0,187. Hij kan ook zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk hebben dat de rotatiecapaciteit verzekerd is. Dat is voor een plaat die op meerdere velden ligt, wil je over de tussensteunpunten voldoende rotatiecapaciteit hebben. Op dat ogenblik is uw ontwerpcriterium van sterkte herleid tot μd is gelijk aan 0,296. Je kunt ook hebben dat iemand een plaat wil ontwerpen die zo dun mogelijk is. Dat dat de hoofddoelstelling is. Op dat moment moet je ervoor zorgen dat uw wapening nog steeds vloeit. Of net vloeit. Je moet niet hebben dat de wapening niet vloeit, want anders heb je een probleem van brossenbreuk. We noemen dat de ductiliteitsgrens. Wel, dan kan je als μd gelijk aan 0,371 nemen. Dit zijn de drie waardes van μd die overeenkomen in het criterium sterkte om een plaat te ontwerpen. Dus men kan heel in het begin zeggen, ik wil een zo dun mogelijke plaat. Dan ga je μd gelijkstellen aan 0,371. En als μd 0,371 is, dan kun je daar d uithalen. M gaan we inschatten met het eigenwicht van de plaat en dan kun je rechtstreeks D uit die formule halen. En als je dit hebt, dan kun je ook rechtstreeks AS gaan bepalen. Beschouw nu eenheden, lengtes in millimeter, spanningen in newton per vierkante meter, of newton per vierkante millimeter, pardon. En of in megapascal, hè, dus in newton per vierkante millimeter. Ja. En de buigmomenten in kilonewtonmeter per meter. We krijgen weerom μd gelijk aan msd gedeeld door bd kwadraat fcd.
FCD is 0,85, FCK gedeeld door 1,5 in België althans toch. En als je die twee gewoon in elkaar subsidieert, FCD daarin zet, dan kom je dat mu d gelijk is aan dit en daar haal je mu d uit. En dan krijg je de formule dat d gelijk is aan 42 keer de vierkantswortel uit het buigmoment gedeeld door mu FCK. En mu is nu juist die drie getallen die we hier net opgenoemd hebben, kun je daarin invullen. Dus de ontwerper maakt de keuze, vult die daarin en heeft rechtstreeks de dikte van de nodige dikte van de plaat. Laten we dat nu een keer doen. We hebben dat ingevuld in die formules en voor de optimaal gebruik van materialen noem ik dan D optimum. Dat komt overeen met mu optimum 0,187. Is de vergelijking dat de dikte of de nuttige hoogte van uw plaat gelijk is aan 97 keer de vierkantswortel uit het buigmoment gedeeld door FCK. Niet FCD, FCK. Dat is een heel handige en gemakkelijke formule om te gebruiken. Het nodige hoogte van een plaat is niks minder dan het buigmoment in UGTB, gedeeld door de betonkwaliteit, daar de vierkantswortel uittrekken en gevermenigvuldigd met 100. Dan heb je D in millimeter, M in kilonewtonmeter per meter en FCK in megapascal. Als je een doorlopende plaat hebt en je wilt voldoende rotatiecapaciteit boven de steunpunten, dan gebruik je in plaats van 97, 77. En indien je zo een dun mogelijke plaat wilt, een plaat waarvan het anders niet dunner kan dan dit, dan gebruik je 69 keer de vierkantswortel uit MSD gedeeld door FCK. Dit zijn dus de drie sterkte leervoorwaarden en die heel eenvoudig en handig zijn in gebruik. Indien nu, dus D was in millimeter, MSD in kilonewtonmeter per meter en FCK in megapascal, of newton per vierkante millimeter. Stel nu dat ik een D-optimum heb bij een zeker buigmoment en een zekere betonkwaliteit van 200 mm, in plaats van 20 cm dik. Als ik dezelfde gegevens gebruik, hetzelfde MSD, hetzelfde FSK, dan is de nuttige hoogte voor om rotatiecapaciteit te verzekeren 160 mm. Dus dat betekent ongeveer 80% van D-optimum. Indien we nu een zo dun mogelijke plaat willen, dan hebben we 140 mm of ongeveer 70% van D-optimum. Besluit daaruit is, men kan nooit een plaat hebben die dunner is dan 70% van zijn optimale waarde. Doe je dat wel, dan heb je een vrij ernstig probleem naar ductiliteit toe. Men kan wel proberen om daar drukwapening aan toe te voegen, maar dit gaat u meestal leiden tot andere problemen. Dus we onthouden dat een plaat nooit dunner kan zijn dan 70% van zijn optimale dikte. En de optimale dikte wordt ongeveer gegeven door 100 keer de vierkantswortel uit het buigmoment gedeeld door de betondruksterkte. We hebben nu gezien dat de nuttige hoogte van een plaat gegeven wordt door een factor, bijvoorbeeld 97 of 77 of wat dan ook, een factor maal de vierkantswortel uit het buigmoment gedeeld door FCK. Dat is een sterktevoorwaarde. We hebben ook gezien dat er een slankheidsvoorwaarde was, namelijk dat L op D groter of gelijk aan moest zijn aan een zeker getal. Dat getal noem ik SL, van slankheid. Indien je nu een plaat hebt en je wilt die tegelijkertijd laten voldoen aan een slankheidseis. Dat is comfort. Hè? De plaat mag niet op en neer wippen als je erover loopt. Dus je wilt die laten voldoen aan een gegeven slankheidseis en aan een gegeven sterkteeis. Dus beide tegelijkertijd. En de eenheden staan aan de rechterzijde. Hè? We gebruiken die eenheid. En we gaan die toepassen op een plaat die in één richting overspant en die
isostatisch. Het is gewoon één veld isostatisch opgelegd. Dus het maximum buigmoment is dan QL kwadraat op 8. Als we deze nu in elkaar gaan substitueren en men haalt daar K uit, dus we gaan het buigmoment M hier inbrengen en men gaat dan de Q eruit halen, dan bereikt men een vergelijking die zegt dat de belasting, de eenparig verdeelde belasting Q, gelijk is aan 8 keren FCK gedeeld door SLST in kwadraat. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat de maximum eenparig verdeelde belasting op een plaat die nog voldoet aan een slankheidseis, namelijk SL, en een sterkteeis, namelijk ST, dan is die maximum eenparig verdeelde belasting onafhankelijk van de overspanning. Dit is een eigenaardige conclusie. Iedereen denkt dat het maximum draagvermogen van een plaat toch zeker afhangt van zijn overspanning. Je kan dit als volgt formuleren. Neem nu bijvoorbeeld een betonkwaliteit van C30-37 en een slankheid van L op 20, wat zeer gebruikelijk is, L op 15 tot L op 20. Dan is de maximum eenparig verdeelde belasting op een plaat 64 kN per vierkante meter in UGTB bij optimaal gebruik van materiaal. Dus ik heb niet eens de overspanning nodig. Als men u dus vraagt om een plaat te ontwerpen die 100 kN in de vierkante meter moet dragen, en die moet voldoen aan een slankheid van L op 20 in beton C30-37, dan kan je al zonder enige berekening te maken op voorhand weten, dit kan niet. Ik hoef het niet eens uit te rekenen, het kan gewoonweg niet. Je kan ook anders zeggen, je kan zeggen dat de maximum totaal eenparig verdeelde belasting in UGT op een plaat is bij benadering 25.500 gedeeld door de slankheid in het kwadraat. En dit is bij optimaal gebruik van materialen en bij C3037. Dit is ook een handige manier om een toets te doen van wat een plaat maximaal zou kunnen dragen. We kunnen ons de vraag stellen, maar dat is toch onlogisch. Waarom is deze maximumbelasting onafhankelijk van de overspanning? Wel, zo onlogisch is het niet, want de overspanning is verdoken in de slankheid. En daardoor lijkt het alleen maar dat het onafhankelijk is van de overspanning. Het is het feit dat je een slankheidseis erop zet dat automatisch de lengte in rekening is gebracht. Goed, maar wat hebben we dan uiteindelijk? We hebben de D, de nuttige hoogte, bepaald door via de sterkte en de slankheid. We krijgen dus dat de totale hoogte van de plaat gelijk is aan die D plus de staaf, plus het, moet men eigenlijk zeggen, het zwaartepunt van de trekwapening, plus, nee, gewoon het zwaartepunt van de trekwapening. Meer is het eigenlijk niet. Maar in de praktijk komt het neer dat we in een plaat, bijvoorbeeld een diameter 12 elke 200 mm gaan plaatsen, en gaat men meestal maar één laag wapening gebruiken. Dus dan komt het erop neer dat de dikte van uw plaat gelijk is aan uw D, uw nuttige hoogte, plus de diameter van de hoofdwapening gedeeld door 2, want dat is het zwaartepunt van die hoofdtrekwapening, plus de verdeelwapening, als die onder de hoofdtrekwapening ligt, plus de betondekking. Je kan dit dus formuleren, zoals ik je net had gezegd, als de nuttige hoogte van de plaat nodig voor de sterkte, plus het zwaartepunt van de trekwapening. Dat is D. Dan hebben we de definitie van uw C-nominaal, de definitie van uw betondekking. D1 wordt dus wel degelijk bedoeld het zwaartepunt van de trekwapening, hè, zoals hier op de figuur is aangeduid. We zullen een voorbeeldje geven. Om af te sluiten, gewoon een voorbeeldje van hoe je een plaatdikte kunt inschatten. Nog niet berekenen, enkel inschatten. We schouwen hier een klaslokaal, een vloerplaat van een klaslokaal, waarbij de ene kant is opgelegd op een metselwerk van 14 cm breed en de andere kant steunt op een balk van 30 cm breed.
De nuttige overspanning is 4 meter. Nu, we vragen ons af, wat is de nodige vloerdikte bij optimaal gebruik van materialen? Wel, in eerste instantie gaan we kijken wat is de effectieve overspanning. Dus overspanning was 4 meter, maar we moeten daarbij optellen aan de linkerkant het minimum van de helft van de dikte van de plaat en de helft van het steunpunt. Dit is natuurlijk wel ambetant, want we hebben nog geen dikte van de plaat. Dus we nemen gewoon de helft van het steunpunt. Dus H moet groter zijn dan 140 mm. Aan de andere kant nemen we hetzelfde, het minimum van de dikte van de plaat en de helft van de dikte van de plaat en de helft van het steunpunt, de breedte van het steunpunt. Wederom, wij weten niet hoe dik de plaat is, het steunpunt is 300. Dus we nemen de helft van 300. Dat betekent dat uw effectieve overspanning 4,22 meter is, maar dit houdt in dat eigenlijk de dikte van die plaat groter moet zijn dan 300 mm. Zo niet, is die formule niet juist, moet die een stukje eraf getrokken worden. Dus dit houden we in gedachten. We rekenen met 4,22 meter als L effectief. Dus we beginnen bij slankheid. Slankheid, we nemen L op D gelijk aan 20. En als L op D 20 is, dus 4,22 gedeeld door 20, is gelijk aan 21 cm. Dus naar slankheid toe zou de nuttige hoogte van de plaat groter moeten zijn dan 21. Naar sterkte toe, dan gaan we het eigen gewicht van de plaat nemen. Dus die 21, D is 21, dus daar komt nog betondekking bij en de halve dikte van de hoofdwapening. Dus ik rond dit af naar 25. Dus 0,25 x 25 voor het eigen gewicht van de plaat. Plus de afwerking was 10 cm ongewapend beton. Dat is een vaste belasting, maar 1,35. Plus, het is een lastlokaal, klaslokaal. Dus in een klaslokaal is de mobiele overlast 3 kN per vierkante meter. Dus maal de ponderatiecoëfficiënt van 1,5. We bekomen dan 16 kN per meter uit. Beter zou zijn 16 kN per vierkante meter, maar we rekenen onze plaat uit met een breedte van 1 meter. Vandaar dat er 1 meter is weggevallen. Het buigmoment is dan gelijk aan 35,7 kN per meter. En vanaf het buigmoment gaan we zoeken naar T optimum en die is 145 mm. Dan gaan we naar functionaliteit toe. In functionaliteit toe hebben we gezien dat we binnen in huis, dus EI, omgevingsklasse EI zitten, en dat dan de betondekking 15 plus de staafdiameter is, en hier in ons geval nemen we 27 op het moment dat uw staafdiameter 12 is. Bij platen, als we niks weten, nemen we aan een schatting van 12 mm. Daarna moet dat wel gecontroleerd worden als je uiteindelijk bewapening plaatst. Dus dan wordt de totale dikte van uw plaat 145 plus 27 plus de halve dikte van uw wapening, of het zwaartepunt van uw trekwapening, en dat is 178 mm. Dus afgerond 180. Dus hier, in dit oefeningetje, hebben we van dat klaslokaal, nog voordat we iets hebben berekend, ingeschat hoe dik de plaat moet zijn. En we komen uit 18 centimeter. Dus dit 18 ligt redelijk kort bij die 21 te wijten aan slankheid. Dus die slankheid dient eigenlijk alleen maar om uw belasting te kunnen uitrekenen, zodanig dat je een D-optimum kunt uitrekenen. En de functionaliteit dient natuurlijk om uw C te hebben, zodanig je met D-optimum en C een totale dikte kunt gaan bepalen. Dus H is ongeveer 18 centimeter. Daarna moeten we eigenlijk, om het correct te doen, nog eens een controle doen van de effectieve overspanning. De effectieve overspanning is eigenlijk 4 meter plus het minimum van de helft van de steunpunt van 14 en de helft van 18. Dat is dus 4. Dat is dus 7 centimeter. En de andere kant, de helft van 18 of de helft van 30. Dus dat wordt dan 9. Dus in totaal 4,16 meter. Je ziet, wij hebben 4,22 meter gebruikt. Het enige wat zal gebeuren is dat ons buigmoment, die we hier gerekend hebben, zal verkleinen. In plaats van 4, dit is QL kwadraat op 8. Dus
die L kwadraat. Dus die m gaat verkleinen en als m verkleint gaat d iets kleiner worden. Goed, ik heb hier geen tweede iteratie gedaan, maar om correct te zijn moet ik nu 4,16 hier inbrengen en de oefening opnieuw doen tot ik hier een nieuw getal uitkom.